Ja, ik ben nog steeds bezig met dat liedje, hè? Over de politiek. Over Hey Den Haag gaan we nog wat doen vandaag. Ja, en de tekst heb ik een beetje helemaal aangepast. Ja, een beetje ingedikt en wat andere zinnetjes gemaakt nog. En die muziek, die was ineens klaar. Die is gemaakt door Manfred Jongenelis en Carlo Rijsdijk. Die hebben dat samen gemaakt. Nou, en ik ging naar de studio. Naar de muziekstudio in Etten-Leur. Ja, bij Manfred. Daar ben ik naartoe gegaan. Ik heb het ingezongen. En ja, ik ga het jullie vast een beetje laten horen. Ja, dan krijgen jullie alvast een idee. Maar dit is nog maar een hele ruwe band, hè. Jongens, onthoud dat goed, hè. Dit is nog maar een derde van wat het helemaal moet worden. Nou, hup, daar gaan we. Nou vrienden, dit is Etten-Leur. Ja, dit is Brabant. En hier hebben wij, ja, dit is Manfred. Jongenelis, Manfred Jongenelis. Studio heeft hij hier. En ja, hij schrijft hits voor Jan en Alleman. Ook voor Wesley Bronkhorst bijvoorbeeld. Samen met Carlo Rijsdijk. Ja, samen met Carlo, met Carlo, hij doet met z'n tweeën. En bijvoorbeeld Amalia en nog meer. Grote nummers hebben zij op hun naam staan. En hier ben ik aan het zingen geslagen, vrienden. Met het lied over de politiek. Ja, weet je wel, over Den Haag, Den Haag. Gaan we nog wat doen vandaag. Nou, en kijk, hij is de virtuoos. Ja, hier. Kijk, als je het over een trekorgel hebt en accordeon. Hier zit de vleesgeworden accordeon. Kijk. Geweldig, hè? Ja, dus niet meer accordeon dan deze man. Kijk, speel even de eerste noten van het nummer. Nee, alleen de muziek. Er staat een prachtig torentje, maar dat is echt geen droomkasteel. Daar zijn ze gek op discussiëren en formeren en die plannen kosten veel. Verliezen het vertrouwen, dus hoe kan je dan gaan bouwen aan ons Nederland? Niet debatteren, maar regeren, joh. Dit is even genoeg. Nou, is dit even leuk, zeg hé. Ja, het is gewoon een coupletje gewoon even. Wat nou, nog even een klein stukje doen van het refrein. Refreinje dan? Even een stukje van het refrein laten horen, vrienden. Ja, daar gaan we hoor. Daar komt hij aan hoor. Hey, hey Den Haag. Gaan we nog wat doen vandaag? Ja. Alles gaat er veel te traag. Even minder praten, actie graag. Ja. Hey, hey Den Haag. Alles blijft een beetje vaag. Dus daarom jongens in Den Haag. Gaan we nog wat doen vandaag? Ja. Nou vrienden, en dat gaat hij allemaal afmaken hier. En binnenkort meer hierover. Hey, hey.